Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Voetbalfit. Vandaag is de gast de politie. En volgens mij komen ze er al aan. Ga eens even kijken wie er zijn vandaag. Oh jongens, jullie zijn er ook! Ja! Hey! Kom er lekker bij. Hey, Ryan. Oh, je deus in. Hey, Thijs. Doei! Ja, ik ben Herman, oude Veldhuis, voetbalcoördinator samen met mijn collega Axel in Katwijk. Ja, ik ben Axel van Galen, ik ben voetbalcoördinator en wijkagent van Rijnsburg. We hebben wat vragen ingestuurd gekregen voor jullie. En Ryan heeft ze allemaal opgeschreven. Dus Ryan, doe je ding zou ik zeggen. Het zijn nummer 3 hoor. Nou, eerst aan Herman. Moeten jullie voorzorgmaatregelen nemen bij een belangrijke wedstrijd of valt dat mee? Ja, dat moet wel bij een belangrijke wedstrijd. Je hebt verschillende categorieën wedstrijden, noemen ze. Als er wat meer risico op zit, dan moet je wat meer maatregelen treffen. En soms kan het in één heel kort toch wel een soort risicowedstrijd worden. Kost dat ons in ieder geval heel veel tijd en werk om daar een goede veiligheidsstructuur in te geven. Nou, duidelijk. Heb jij nog wat te vragen, Matthijs? Hierover? Ja, ik was niet echt voorbereid, dus Ryan heb al... Misschien hierover? Hij stelt eerst de vraag, okay. Ga ik niet zeggen. Oké, nou Ryan, daar gaan we. Vraag nummer 2. Hebben jullie veel last van overlast? Of hebben jullie veel last van overlast op zaterdagavond van jeugd, omdat ze nergens naartoe kunnen? Nee, eigenlijk niet. In het verleden is het wel eens anders geweest. Hadden we echt wel vaak overlast van groepen jeugd op straat hangen. En dat hadden we echt wel soms een groepen van 20, 30 jongeren. Maar de laatste jaren, moet ik eerlijk zeggen, valt dat eigenlijk wel mee. Ik denk dat ze heel veel thuis zitten. Of ergens misschien in een schuur. Of kan ook een plek zijn waar we ze niet vinden. Dat kan waar ze geen overlast veroorzaken eigenlijk. En wat doen jullie daar dan tegen als ze op straat zitten? Ja, dat varieert een beetje wat de overlast inhoudt. Hè. Soms kan er op een plek dus een enorme bende met flesjes op de grond en ander afval. Ja, we willen toch wel dat soort even opruimen. Ja. En als het echt een zootje is, dan sturen we het wel weg. Dus dat doen we wel. Dus we gaan eerst praten met de jongeren, als het goed is. Of jij moet het anders ervaren hebben. Maar normaal gesproken dan gaan we eerst gesprek aan en kijken hoe je het op kan lossen. Want je hebt natuurlijk hier ook het jongerenwerk, het welzijnskwartier. Ja. En die kunnen best wel wat dingetjes betekenen op het moment dat jij zegt, ik zit altijd buiten, maar ik kan nergens heen. Hey, jij Matthijs, zit jij wel eens op straat? Ik zit wel eens op straat, maar ik heb nooit echt wat echt verkeerds gedaan. Ik ben altijd wel een beetje netjes. Een beetje braaf jongen. Ik ben wel braaf, ja. Want wat ik hoor is dat bij sommige voetbalvelden, dat er op vrijdagavond en zaterdagavond ook op de velden wordt gehangen. Ja, en er wordt een brandje gesticht en er wordt hier wel wat gesloopt. Ja, dat klopt. Het beleid van de gemeente is dat het toegankelijk blijft voor jeugd. Ja. En, dus je kan eigenlijk ook gewoon op, alleen er wordt wel eens misbruik van gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld bij Rijnsburgse Boys al een aantal keer meegemaakt dat het kunstgrasveld wordt gesloopt, maar ook dat er bijvoorbeeld glas kapot gegooid wordt op het kunstgras. Ja. Ja, kijk, dan is het natuurlijk een groot probleem zaterdagochtend als daar weer gevoetbald wordt. Want denk maar in, als je een sliding maakt en er liggen stukjes glas, ja. Dan lig je van onder boven lig je open. Dus vrijwilligers die staan dan iedere zaterdagochtend het glas op te ruimen en daar zijn ze lang mee bezig. En ik kan me echt voorstellen dat het enorm veel frustratie geeft. Zijn jullie ooit wel eens bij een knokpartij geweest en welke maatregelen hebben jullie genomen? Ja, dat zijn we zeker. Een aantal keer ook zelfs. Je moet het zo zien, als je kijkt naar de wedstrijd die wij bezoeken, zijn we daar eigenlijk alleen maar voor het contact. Dus probeer contact te krijgen met supporters, met veiligheidscoördinator en met bestuur. En eigenlijk, als je kijkt naar onze rol binnen zo'n stadion, is niet dat wij moeten optreden. Dus als er iets gebeurt binnen het stadion zelf, dan zijn de stewards daar in eerste aanleg verantwoordelijk voor. Het komt wel eens voor dat het eigenlijk te groot wordt voor de stewards, dat die niet meer kunnen behappen. En dan komen wij wel eens in beeld. Nou, de laatste keer is dat geweest bij Rijnsburg tegen VV Katwijk. Daar ging het niet goed in het Rijnsburg vak. En daar hebben we wel een linie moeten maken. En eigenlijk de partijen hebben gescheiden. Duidelijk. Ryan, Matthijs, dank jullie wel. Jullie gaan zwisselen. We gaan weg. Jullie gaan zwisselen. Zwisselen. Met David en met Stan. Heb je drinken voor meer geschonken? Nee, die wil ik niet. Nou, Stan, David, leuk dat jullie er zijn. Ik zou zeggen, brand los. Ja, ik heb twee vragen voor jullie alle twee.
De eerste vraag is, hebben jullie ooit geschoten met jullie wapen, maar het was geen training? Nee, ik heb nog nooit geschoten met mijn wapen. Nee, ik ook niet. Nee? Gelukkig niet. Nou ja, ik heb wel eens bij pepperspray gebruikt. Ook een soort wapen. Ja. En ja, dat werkt wel heel goed, als we dat in iemands ogen spuiten. Ja, dat doet redelijk wat pijn. Dat doet zeker pijn, ja. Dat heb je zelf ook ervaren, of niet? Ja, ja. Tijdens de academie. Ja, in de opleiding voor pepperspray hebben we het zelf ook ervaren. Dus we weten heftig, hoe het voelen. Ja, dat is wel grappig, hè, want we gaan niet ervaren hoe een kogel in mijn been voelt, maar wel pepperspray. Dus, je hebt nog een vraag volgens mij. Ja, hebben jullie ooit gevoetbald en zo ja, bij welke club? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik heb zeker gevoetbald vroeger. Ik heb bij ASC gevoetbald. Ajax Sportman Combinatie in Oesgeest. En ja, het leuke aan die club was, vond ik vroeger, dat het had één veld. En die lag precies midden in het dorp met één hele grote tribune. En dat was niet zo'n grote club. Inmiddels zijn ze verhuisd naar een nieuwe locatie. En heel af en toe zit ik wel eens te denken om weer te gaan voetballen. Maar ik denk dat ik alles afscheur als ik het veld oploop. Dus doe het maar niet. Nou, we hebben wel een af en toe zijn er voetbaltoernooien. Ja. En wij hebben dan al een team van bureau Katwijk. En ja, ik zit er zelf niet in, maar Marco wel. Nee, ik ook niet. Nee, jou niet. We hebben wel goede voetballers bij ons in het team zitten. Want ze hebben volgens mij de laatste drie keer gewonnen ook. Dus, nou, netjes. Ja. Ja, nou, ik ben ook een voetballer altijd geweest. Alleen bij het buurlandje hiernaast, Noordwijk. Maar dan bij SJC. Noordwijk was bij ons Katwijk, Noordwijk. Katwijk, Quick Boys. De strijd was bij mij altijd Noordwijk, SJC. Duidelijk. Stan. Ja. Jij en Axel kennen elkaar al een hele lange tijd. Volgens mij ook met incidenten in je achtertuin met vuur en weet ik veel wat allemaal. En volgens mij heb je een paar goede vragen. Laat ook nog wel een vraag. Wat is de meest bizarre situatie die jullie ooit hebben meegemaakt om het voetbal heen? Nou, kijk, het zijn er wel een aantal en we hebben hele leuke dingen meegemaakt. Maar het mooiste was, vond ik zelf dan natuurlijk een aantal weken terug. Toen Katwijk kampioen werd tegen de Zakkenboys. Oh, ja. Vond je dat ook mooi, Stan? Ja, minder mooi, maar, ja, maar het is gerund. Nou ja, en wat ook wel bizar was, dat was vorig jaar. Toen speelde Rijnsburgse Boys, ben je misschien zelf ook al geweest. Promotiedegradatiewedstrijd tegen Spakenburg. Ja. Nou, daar hebben wij ook als politie ontzettend in moeten zetten, het personeel. Want ja, er zaten niet alleen maar supporters van Rijnsburgse Boys en van Spakenburg, maar er zaten ook Katwijk supporters. Nee. Die zaten bij de Rijnsburg fans. Ja. Maar ook Quick Boys supporters bij Bij Spakenburg aanhang. Dus dat is één grote chaos. Ja, dat was ook voor ons één grote chaos. Ja. En we hebben echt behoorlijk moeten inzetten om dat in een goede baan te laten verlopen. Dus uiteindelijk is dat ook wel gebeurd, maar ik denk als we met minder politie hadden gedaan, dat het denk ik niet goed was gegaan. En dat is wel een van de meest bijzondere wedstrijden waar ik bij ben geweest. Door dat er vier clubs, tenminste aanhangers van vier clubs, op één sporttoppleg waren. En, dat is wel risicovol. Ja, was. Ja. Nou, David, Stan, dankjewel. We gaan wisselen met Daan en Guus. We hebben natuurlijk elke week een challenge. Die gaan we deze week lekker niet doen. Omdat we al veel te lang over tijd zitten door al die goede vragen die we hebben. Guus, jij bent erbij gekomen. Daan, je bent erbij gekomen. Heb je nog een goede vraag? Nee. Heb jij nog een goede vraag? Nou, eentje. Met uitwedstrijden, net als 2 jaar geleden Deltasport Quick Boys. Hoe doen jullie het dan met bussen begeleiden? Niet. Nee. Nee, wij begeleiden in principe geen bussen van de supporters. En toen ging inderdaad heel veel. We zijn wel bij het vertrek geweest hier. Dus we proberen dan wel ergens onze gezicht te laten zien en eventueel te helpen. Maar uiteindelijk als ze de Tjalmanweg oprijden, dan laten we het los. Als je bussen gaat begeleiden, dan heeft dat vaak ook weer een bepaalde gevaarssetting. Dan is het ook onduidelijk voor het overige verkeer. En we hebben er eigenlijk ook de mensen niet voor. Herman had een verzoek om de rol even om te draaien. Volgens mij had jij een vraag voor Daan. Ja. Omdat ik ook een beetje het in ieder geval aanspreekpunt voor jeugd ben. En ik heel veel jeugd bij voetbalwedstrijden zie. Ben ik heel erg nieuwsgierig dat als jij met een groep gasten staat te kijken bij een voetbalwedstrijd. En je ziet om je heen dat er dingen gebeuren die eigenlijk niet horen. Die je vanuit huis niet hebt meegekregen. Wat jij dan doet? Meestal weglopen of naar de andere kant gaan. Of een andere plek zoeken, zeg maar. Oké. Niet erbij blijven staan. Ja. Zou je dat adviseren? Sowieso, ja. Hey Ryan, ga jij even in het midden staan? Oh. Ga in het midden staan? Ja, staan. Was gezellig, ik ga dan maar door. Slaat jij hem ook af, zo? Ja, joh, is goed. Hey. Ik moet even.
Nou, dan heb ik een vraag aan jullie beiden. Zijn jullie zelf wel eens aangesproken door politie toen jullie nog klein waren? Jij eerst. Ik eerst? Nee. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen nee, maar tuurlijk. Maar ik was wel redelijk braaf, denk ik, als jongere. Maar wat ik wel altijd deed, dan moet ik oppassen, mijn dochter zit hier ook mee te luisteren. Maar ik was altijd wel een beetje op klooien met brommers. En die gingen wel te hard. En, dus ik heb ook in mijn tijd heb ik al heel vaak een motoragent achter me aan gehad. En het grappige is dat die motoragent die mij echt een aantal keer heeft gepakt, en zelfs mijn brom in de slag heeft genomen, nog steeds een collega is die in Noordwijk werkt. Ja, nou ik... Daar zou ik beginnen. Nee, ik zeg zelf altijd van ja, met boeven vang je boeven. Dus je moet wel een beetje een boefje zijn, denk ik, om ook wel gewoon politiewerk leuk te vinden en te willen blijven doen je hele leven lang. En dat gevoel heb ik wel. Ik kom uit een gezin en dat waren allemaal politieagenten, mijn opa, mijn vader, ooms, tantes en zo. Dus dat was altijd heel netjes bij ons en er werd heel erg op je gelet en dat nodigde ook uit om af en toe even te klooien. Nou, jongens en meisjes, dit was dan de video. Wij willen jullie bedanken om deze video te kijken. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer je natuurlijk hieronder. Deel deze video en dan zien wij jullie de volgende keer weer. Later! Hey, dankjewel.